Ja, waarschijnlijk een van de laatste video's dat ik ga posten totdat ik de probleem is opgelost. Dit is het probleem. Mijn pc is volledig vol. Ik kan niks doen. Alles crasht. Zelf CapCut. Ik heb alles dat probleem verwijderd. Ik heb zelf mijn OneDrive van school volgezet. Met al mijn shit. Al mijn foto's. Dit is... Ik heb het geprobeerd. Maar je ziet zelf, nu is mijn pc aan het lijden. Het is fucked. Het is fucked. Mijn pc is cooked. Ik ben aan het sparen voor een nieuwe pc. Ik heb het ook gewoon gehad. Maar... Shit video's te maken omdat mijn pc het niet aan kan. Ik wil Rainbow Six Siege video's maken, ik wil gaming video's maken, maar mijn pc kan het gewoon niet meer aan. Ik had zo'n goede fucking video klaargezet. Ik nu werk het, maar voor het te bewerken... Zelfs de timeline is nog niet eens geload. Kijk, ja, dit is een korte video om te zeggen... Mijn pc is fucked. Ik ga nu sparen voor een nieuwe pc. Ik ben al 5 jaar aan het sparen, maar ja, ik heb ook nog geen werk. Ik begin wel te werken. Dat is gewoon een korte video om te zeggen van ja... Verwacht niet veel uploads, maar mijn pc is cooked. Mijn pc is fucked. Simon post wel nieuwe video's. Ik ben een beetje aan het forceren. Dus check Simon zijn vids. Misschien voor de support guys, maar ik denk niet echt dat je nog veel video's kan verwachten. Of het is op mijn TikTok. Op TikTok kan je misschien nog een paar dingen verwachten. Maar like grote video's... Ik heb gewoon de plek en de pc er niet voor... ...voor dit te bewerken. Ik weet niet als er mensen kijken hebben naar mijn... ...naar mijn vlog dat ik achter mijn rapport ga, maar ik edit alles op mijn schoollaptop, hé. Schoollaptop is niet goed. Het is niet goed. Misschien tot... Eind augustus, dat ik dan heb mijn werk en heb ik mijn geld. Dan heb ik mijn pc. Jammer. Ik wou het doordoen, maar ik zit letterlijk gewoon tegen een deur en hij is gesloten nog. Mijn pc is cooked. Het is cooked. Het is fucked.